Als vrouwen toch twijfelen, dan is het vaak omdat ze denken dat ze niet goed genoeg zijn. Sinds 1 oktober ben ik vicepremier in de nieuwe regering van Alexander De Croo, maar ook bevoegd voor ambtenarenzaken, overheidsbedrijven, telecommunicatie en post. Het belang van een internationale vrouwendag, zeker nu in deze COVID-crisis, is om toch nog eens te focussen op de rol van vrouwen in de samenleving vandaag. En als het dan crisis is en het gaat niet goed, dat zij toch wel vaak de grootste slachtoffers zijn. Zij zijn degene die misschien sneller een job verliezen, sneller financieel afzien door de economische crisis. Dat is klassiek, altijd. Ze zijn ook degene die de zorg moeten opnemen. We moeten met z'n allen thuis werken. Maar als kinderen bijvoorbeeld ook thuis onderwijs moeten volgen, dan is het nogal vaak de vrouw die de twee gaat combineren en ook voor die kinderen moet zorgen, terwijl ze haar eigen werk moet doen. Dus je ziet dat corona niet de grote gelijkmaker is geweest, of nog altijd eerlijk gezegd, zoals men soms denkt. Maar alle verschillen, alle problemen, alle clichés eigenlijk heel erg heeft uitvergroot. En om ons daar toch bewust van te zijn, denk ik dat zo'n internationale vrouwendag absoluut nog altijd op zijn plaats is, meer dan ooit misschien. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vrouwen in de politiek stappen en daardoor aangetrokken worden? Dat is een hele belangrijke vraag, omdat ten eerste het politieke niveau echt wel het belangrijke niveau is waar beslissingen genomen worden over het leven van iedereen. Dus mensen die zeggen, oh, de politiek, ik moet daar niet van weten, fout. Politiek bemoeit zich met u, je zou er wel beter geïnteresseerd in zijn. Gelukkig zetten er meer en meer vrouwen de stap naar de politiek. Als we nu kijken naar onze parlementen, onze regering bijvoorbeeld, enzovoort. En dat is heel goed. Als vrouwen toch twijfelen, dan is het vaak omdat ze denken dat ze niet goed genoeg zijn. Vrouwen moeten meer in zichzelf geloven en zich niet laten tegenhouden door allerlei ideeën dat ze misschien de dingen niet gaan kunnen. En wij moeten hen maatschappelijk helpen om bepaalde dingen te combineren. Bijvoorbeeld de zorg voor hun gezin. Dat is iets waar we vrouwen moeten bij helpen, zodanig dat dat hun carrière niet in de weg staat. Door de zorg beter te verdelen tussen mannen en vrouwen en daar alles voor te doen. Bijvoorbeeld wat we nu al gedaan hebben met deze regering is, we hebben het geboorteverlof voor vaders en meemoeders opgetrokken van 10 naar 15 dagen. En in 23 gaat het naar 20 dagen. En dan zitten we in de wereld relatief goed met die 20 dagen. En dan kan die zorg beter verdeeld worden tussen de partner en de moeder van het kind, waardoor die beter de dingen kan blijven combineren. En dat zijn allemaal kleine dingen die we vanuit het beleid kunnen doen om vrouwen te stimuleren om die fameuze ladder op te klimmen, of het in de politiek is of ergens anders. De coalitie, de Vivaldi-coalitie zoals ze noemt, heeft toch echt gendergelijkheid hoog op de agenda staan. U weet dat alle ministers en staatssecretarissen samen exact evenredig 10 mannen en 10 vrouwen omvatten. Dat is voor het eerst in de Belgische geschiedenis. En dat is niet opgelegd geweest, dus dat is eigenlijk vanzelf vanuit die partijen zo gekomen. Ik denk dat we daar fier mogen over zijn. Er is echt nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we met deze regering en elk in zijn bevoegdheden echt stappen vooruit kunnen zetten. Ik ben bijzonder vereerd dat ik die award mag ontvangen. Ik heb daarover nagedacht en ik heb gedacht van eigenlijk moet ik die award meteen doorgeven. Aan al die vrouwen die in de zorg en in het onderwijs het laatste jaar de samenleving recht hebben gehouden. Want zij zijn de echte helden die ons door de crisis hebben geleid. Wij zijn maar wat we zijn en wat we doen. Maar dat zijn de mensen die in de frontlinie heel vaak, met risico voor zichzelf, in combinatie met al hun andere taken, dit er nog een keer bij hebben gekregen, waar het water tot aan de lippen staat. Heel vaak vrouwen, zoals ik al zei. Ik wil graag die award aan hen schenken.